Nancy Nijsten begon ooit met het weggeven van brood vanuit haar kofferbak. Armoede kende ze alleen uit ervaring. Inmiddels voedt ze vanuit haar voedselbank in een garagebox in Heerlenheide zo'n 100 gezinnen in de regio. En met het initiatief won Nijsten de Ab Harrewijnprijs. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor de onderkant van de samenleving. Je staat hier te troppen. Niet iedereen wil een beeld vandaag. Hij doet ook lachen, vriendelijk. Want ook vader Nijs is een drijvende kracht achter het initiatief Een Hart voor een Ander. Vanuit een huis in de Heerlense wijk Verziliënbos delen Nancy en haar team dagelijks gratis eten uit aan 105 gezinnen uit Heerlen. Allemaal zuivel wat we van Caritas krijgen, zeg maar, voor onze voedselbank. Ja, hier komen dus mensen binnen wat het financieel een beetje lastig hebben, zeg maar. En die ondersteunen wij dus met voedsel. De producten die ze uitdelen komen van supermarkten, Caritas Heerlen of van marktkoopmensen uit Eigelshoven. Ja, vers producten, vlees. En we hebben ook houdbare producten, brood. En zo zaterdags gaan wij altijd naar de markt in Eigelshoven en dan wordt er groente en fruit gehaald. Nou, wij geloven, wij zijn niet alleen van een huis voor de bewoners, maar ook voor een thuis. Ik heb hier wat vlees voor, je mag twee stukjes uitzoeken. Wordt het wel veel. Al dus Stichting Woonpunt die het pand beschikbaar stellen voor een hart voor een ander. Ja, heb ik ook nog voor je. Ik heb nog twee groentjes, mag je ook nog twee stuks uithalen, maar je mag ook een maaltijd pakken. Dus het initiatief leverde Nancy deze week een prestigieuze prijs op in Rotterdam. Dat is hem. De Ab Harrewijnprijs. En dat had vooral te maken met het feit dat haar stichting werkt op basis van vertrouwen. Het is niet nodig, zoals bij de voedselbank, om een inkomstenstrook te overleggen. Nee, wij werken niet met formulieren. Wij werken puur op goed vertrouwen. Dus als iemand naar ons toe komt en die zegt, ik heb hulp nodig, dan vertrouwen wij daarop dat dat waar is en dan gaan wij helpen. Sinds begin dit jaar werkt Nancy samen met de stichting Buurtuin Vrie Heide. De partners vinden elkaar in het bestrijden van eenzaamheid en armoede. Ja, het is nu zo, we zijn sinds 1 januari samengegaan. En het zijn steeds meer mensen die de kruisbestuiving eigenlijk hebben. Dit is een heel mooi initiatief wat opgezet is door bewoners voor de bewoners. Zal maar aan deze kant gaan, want het wordt te zwaar daar. En zo is de nieuwe voorraad zuivel klaar voor de klanten. Want ook met Pinksteren is Hart voor een Ander gewoon open.